Yes welkom en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Joshua Kaat en op dit kanaal ga ik je van alles leren over online geld verdienen, online ondernemen, business, mindset, dropshipping in Nederland en natuurlijk alles wat daarbij komt kijken. En ik krijg heel veel van jullie de vraag minimaal 8 keer per dag van Josh, ik wil gaan starten met dropshipping, ik wil gaan starten met mijn eigen online business, maar ik heb op dit moment geen geld om te investeren. Wat is nou het beste wat ik kan doen? En het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel erg simpel. En met het antwoord op deze vraag is het voor iedereen, maar dan ook iedereen mogelijk om te starten met dropshipping. Maar eerst gaan we kijken naar van hoeveel geld heb je eigenlijk nodig om te starten met je eigen dropshipping business. Allereerst tijd en geld investeren in jezelf en in je business. Is altijd nodig om succesvol te worden. Je zult altijd tijd moeten investeren en je zult altijd geld moeten investeren in je business. om te groeien als persoon, om meer resultaten te behalen en om uiteindelijk de persoon te worden die je uiteindelijk zou willen worden. En dat betekent niet dat je gelijk duizenden euro's nodig hebt om te starten. Want kijk, wij als dropshipper, wij als online ondernemer, ja, we leven echt in een luxe positie. We kunnen met heel weinig budget kunnen we beginnen. Ik zou zeggen dat je ongeveer 500 euro maximaal nodig hebt om te starten met je eigen eigen dropship business. Verder heb je geen kantoorpand nodig, je hebt geen personeel nodig en het enige wat je eigenlijk nodig hebt om je business te runnen is deze simpele laptop en een werkende internetverbinding. Nou, kan ik begrijpen dat er alsnog heel veel mensen zijn die zeggen van ja, weet je, voor jou is dat makkelijk praten, maar ik heb niet zomaar 500 euro die ik kan investeren in mijn business, zeker niet natuurlijk in deze coronatijd. Maar er is iets wat nog veel waardevoller is. Er is iets wat nog veel waardevoller is dan je skills, misschien heb je nog geen ervaring. En er is ook iets wat nog veel waardevoller is dan geld. Dus ook al heb je nul skills en nul euro op je bankrekening, kun je alsnog starten met je eigen online business. Want hetgeen wat nog veel waardevoller voor je is, wat je kunt inzetten, is je tijd. Heel veel mensen zitten in deze periode zitten ze thuis, uh, zitten in quarantaine, ze hebben ontzettend veel tijd over, ze kunnen niet naar buiten, kunnen geen leuke dingen doen, mogen geen andere mensen meer zien. Dus mijn advies is: gebruik deze tijd. Tijd. En deze tijd kun je heel efficiënt inzetten. Voor je eigen business. Ook al heb je geen kennis, geen ervaring en geen startkapitaal. Want wat ik bijvoorbeeld in zo'n situatie zou doen, is ik zou andere ondernemers helpen. Dus ik zou bijvoorbeeld kijken van hey wie welke ondernemer die ik ken. Of welke ondernemer die ik misschien ken van social media of van Instagram. Die heeft zijn eigen online business. Die gaat lekker met dropshipping. Of whatever business model je ook succesvol in wil worden. En hoe kan ik diegene helpen? Dus heel simpel, ga naar die ondernemers toe en bied gewoon je tijd aan. Zeg gewoon van: Hey, ik vind je business heel tof. Ik wil uiteindelijk ook een eigen online business starten. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Ik heb nu wat extra vrije tijd over en ik zou die vrije tijd graag willen inzetten om jou te helpen bij je business. En ik kan bijvoorbeeld je klantenservice doen. Ik kan je productomschrijvingen maken. Ik kan de teksten nalopen. Bied ze waarde aan voor jouw tijd. En wat je dan gaat krijgen is je gaat heel veel kennis en ervaring opdoen. Een van de beste manieren hè, om te starten met online ondernemen of om bepaalde skills op te bouwen is ja gewoon meelopen met iemand die al succesvol is. Letterlijk is dat de, de snelste manier. Als bijvoorbeeld een Tony Robbins mij zou aanbieden van Yo, George, je kan gratis een jaar met me meelopen. Of tenminste ik zou, als ik Tony Robbins zou kunnen aanbieden en tegen hem zou kunnen zeggen van joh mag ik een jaar lang gratis met je meelopen met je business. Ik hoef er niks voor terug. Ik wil je alleen waarde geven. Ik zou dat 100% doen. Omdat je daar zo ontzettend veel van leert. Je bouwt heel veel skills op. Je bouwt connecties op. En nee, je hebt gewoon een soort van 1 op 1 mentor. Omdat je letterlijk een kijkje in de keuken krijgt van die business. Dus dat is letterlijk wat ik zou doen. En met het geld dat je daaruit haalt. Kijk, natuurlijk, je, vragen, je hoeft niet de hoofdprijs te vragen. Wat ik zou doen is het gratis aanbieden. Of wellicht voor een heel klein bedrag voor iemand gaan werken. En al het geld wat je daar weer mee hebt verdiend kun je weer stoppen in je eigen business. En niet alleen heb je dan geld om te investeren in je eigen business, ook heb je ontzettend veel skills, connecties, whatever wat je allemaal kunt gaan toepassen op je eigen business. Dus ook heb je geen geld, het maakt allemaal niet uit. Geld is eigenlijk nooit het probleem. Geld is nooit een excuus om niet succesvol te gaan worden. Gebrek aan geld is geen probleem, het is vaak het gebrek aan creativiteit. Ook al heb je geen geld, er zijn altijd manieren voor jou om te bedenken om alsnog bij een bepaald doel te komen. Want wat je doel ook is, er is altijd een route daar naartoe. Dus wat ik je uitnodig om te doen is minder denken in problemen, minder denken in obstakels, maar meer denken in plaats van oplossingen en mogelijkheden. Want voor elk, elke situatie waar je nu in zit, er is altijd een oplossing. Dus dit is hetgeen wat ik zou doen als ik nu in de positie zou zitten en ik denk van... ...hé, hey, ik wil starten met mijn eigen online business, maar ik heb geen geld. Dit is letterlijk wat ik zou doen. Ga naar iemand op zoek die bezig is met het businessmodel dat jij wil. Bied je tijd aan in ruil voor een klein beetje geld en uh, je gaat er ontzettend veel van leren. Plus op deze manier krijg je weer geld dat je straks kan investeren in je eigen online business. Dit was het voor deze video. Als je het waardevol vond, doe even een abonneer en een like. En een leuke reactie in de comments. Laat even weten wat je van deze tip vond, of je het gaat toepassen en of je er wat aan hebt gehad. En dan zie ik heel graag weer bij een volgende video.